Ook Bram kan ons iets vertellen over het vakgebied. Want bomen zijn niet alleen belangrijk in een bos, maar je ziet ze ook overal in de stad. Waarom zijn bomen eigenlijk belangrijk in de stad? Je moet je gewoon voorstellen, als je een stad hebt, bijvoorbeeld een stadsgracht, en daar staan nu van die hele mooie bomen en het zou helemaal kaal zijn. Je kunt je het gewoon niet voorstellen. Ik bedoel, als je mooie bomen ziet, je wordt er gewoon vrolijk van. Verder leveren bomen, die leveren natuurlijk zuurstof. We maken zuurstof. Ze halen CO2 uit de lucht. Ze filteren de roet, filteren ze eruit. Verder, bij het verdampen, dus bij het zuurstof maken, koelen ze de lucht. Daardoor krijg je een luchtstroom in de stad aan de gang. Als je normaal gesproken een stad hebt zonder bomen, waar het wind stil is, loopt de temperatuur heel snel op. Zijn er bomen, krijg je een luchtstroom aan de gang en het koelt gewoon. Verder zou je bomen op het einde, als ze dus oud zijn, kun je ze verbranden. In het bos, als je ze in het bos laat liggen, gebruiken ze ook CO2. Ben je daar dus ook kwijt. Dus in het kort, eigenlijk even om weer te geven, een boom. Maakt de mens vrolijk, geeft zuurstof, haalt CO2 uit de lucht, filtert de roet eruit en koelt de stad. En je kunt hem nog een keer als energiecentrale gebruiken. Wat wil je nog meer?